Over de Rooien. Julia. Hey. Goedenavond. Goedenavond. Jij gaat een vriend, niet je vriend, in de zeik nemen. Nee, het is mijn beste vriend. Oh, je beste vriend. Maar ja. We weten toch allemaal traditioneel, man-vrouw relaties, daar zit toch altijd wel een kleine spanning. Ja, stiekem wel. Ja, hè, stiekem wel. Hè. En daar ga jij lekker misbruik van maken. Zeker. Oké, okay, nou ja, pak hem hard aan. Krijg je Michael binnen anderhalve minuut over de Rooien. Dan win je de prijzen. Hoe heet zijn vriendin? Dat we dat nog even weten. Anouk. Anouk, oké. Okay. Nou ja, heel veel succes. Michael, hopelijk gaat hij over de Rooien. Ik ook. Oké, okay, daar ga je. Hi, met Julia. Hoi, alles goed? Ja, op zich wel. Met jou dan? Wat dan? Ja, gaat goed met mij. Ik was net even filmpjes aan het kijken. Oké. Okay. Ja, je weet dat ik vanmiddag met Anouk de stad in was. Was je in de stad en... ook al wel, ja? Ja, en ik heb haar, zeg maar, ik zit er best wel mee, weet je. Ik heb haar verteld dat jij bent vreemd gegaan. Wat? Dat jij bent vreemd gegaan. Want ik vind haar gewoon niet goed voor jou. En ik vind dat toch wel een beetje sletterig overkomen vaak. Als ik uitga met haar en je verdient gewoon veel beter. En ja, ik wil je toch stiekem wel wat meer tijd, zeg maar, dat je meer tijd voor mij hebt. Julia, what the fuck? Wat heb je gedaan? Ja, heb sorry. Heb je haar niet serieus een leugen verteld? Nee, ze wil wel goed. Godverdomme, Julia. Je weet dat we vorige week al ruzie hebben gehad en nu ga je zoiets... Ja, sorry, maar ik zeg gewoon dat ze is niet goed genoeg voor je. Ja, dat kan toch zelf bepalen? Nee. Wat voor hypocrietwijs ben jij? Ja, sorry. Ja, dat vind ik dus echt niet leuk, hè? Vorige week hebben we ook al die ruzie... Vorige week was ik al heel lang ruzie gehad en nu was het eindelijk weer goed. Ja, het moest. Ik vond dat... mijn gevoel zei ja, mijn hoofd zei ja, dus ik heb het gedaan. Je bent er echt niet blij mee, joh. Ja, dat snap ik, maar je verdient veel beter en ik ben beter voor jou dan zij. Ja. Oh. Nou, wat is dit nou? Michael? Hallo? Geen paniek? Huh? Je bent live op Radio 538, Michael. Sorry! Niet. Ja! Huh? Ik denk dat we Julia... Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker, toch, juryvoorzitter Glenn? Ja, zeker! Yeah. Prijzen! Yeah. Yeah. Gefeliciteerd, Julia. Je wint een 3 uur durende slipcursus bij VVC Adventure. En je krijgt daarbij 2 tickets voor World of Pleasure op 10 mei bij Recreatie Plas Laaggraven. En deze prijs wordt je aangeboden door Club Judge. Yay. En Michael, dan moet je maar aan Michael aanbieden of hij mee wil op slipcursus. Want ik vond het toch wel... En Michael, ze heeft dus niks tegen je vriendin gezegd, hè, dat je dat even weet. Het is allemaal nog cool. Dus je kan nog... Oh, gelukkig, ik schrok me echt dood. Dus je kunt nog een slippertje maken. Ja, je kan nog een slippertje. Heel in paniek. Is het weer goed tussen jullie twee? Ja, tuurlijk. Altijd toch? Ja. Over de Rooien.